Hoi allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Kluxing. In deze video ga ik iets super leuk doen. Ik ga namelijk met mijn nichten koken en we gaan lasagne maken. Ik heb er echt super veel zin in het eten, maar natuurlijk ook in deze video. Zelf heb ik nog nooit lasagne gemaakt en ja, meestal koop ik dat gewoon in een bakje. Maar mijn nichten kunnen dus super goed koken en ja, zij maken echt van die gerechten zoals lasagne en zo. En als ik kook, dan maak ik meestal, ja, niet echt gerechten, maar ik maak meestal dessertjes, want dat kan ik ook goed. Maar zij gaan mij dus vandaag leren hoe ik lasagne moet maken, dus daar heb ik echt mega veel zin in. En vinden jullie dat leuk? Geef nou alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, voor mocht je dat nog niet gedaan hebben. En vergeet dan natuurlijk ook niet op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat, want zo hoor je bij de hashtag op tijd kwad en ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Laten we nu maar beginnen. Ik ga dus samen met mijn nichten lasagne maken. En ja, wat je daar echt allemaal precies voor nodig hebt, dat staat hier beneden in de beschrijving. Voor mocht je het zelf ook willen maken, dan kan je die ingrediënten dus gaan kopen. En in de video gaan we dus uitleggen hoe het moet. Ik weet zelf echt nog niet hoe ik lasagne moet maken, maar dat gaan mijn nichten dus uitleggen aan mij. En ja, zij zullen dat ook wel heel goed kunnen uitleggen voor in de video. Dus ik heb er alvast super veel zin in. Ik sta nu op dit moment in de keuken en ik ben hier samen met... Ella. En... Ine. En dit zijn dus mijn twee nichten. En vandaag gaan we dus, zoals ik al zei, lasagne maken. En ja, ik heb er echt super veel zin in. En hier liggen alle ingrediënten. Maar zoals ik ook al heb gezegd in de intro, die staan allemaal in de beschrijving. Dus laten we maar beginnen. We gaan eerst alles voorbereiden. En ja, dan komen we terug om uit te leggen hoe we de lasagne gaan maken. We gaan dus lasagne maken, zoals Eline al gezegd heeft. Ja. En we hebben daarvoor nodig wortelen, ajaar, een courgette, een aubergine, paprika en champignonnen. En dan doe je er alle groenten in die je daarin wilt. Daarnaast heb je ook nog de lasagnezaden nodig. Kaashout, mozzarella. En dan nog gebruik geraspte kaas voor de topping. En ik gebruik graag de pastasaus van de Koolruid als goede basis die ik dan aanmaak met alle groenten die je wilt. Ja, dus... Oh, en gehakt. Ah ja. Nog extra gehakt. Om de lasagne op smaak te brengen gebruiken we ook nog verschillende kruiden, namelijk hier pasta rosé, Italiaanse kruiden, paprika kruiden en peper en zout. Ja, dit is het alles wat we gebruiken en we gebruiken natuurlijk ook messen en kommetjes en zo. Dus nu gaan we alles even klaarmaken en kommetjes doen en dan komen we bij jullie terug. We gebruiken hiervoor voor de basis van de saus een goede diepe pan, dus eigenlijk gewoon een wokpan of zo. We hebben hier al boter en olie in gedaan. En dan gaan we nu laten smelten. En dan doen we de groenten op deze volgorde. Eerst komt wortel, daarna ajuin, dan paprika, vervolgens courgette, daarna aubergine en als laatste nemen we de champignon of doen we de champignon erin. En we doen dat omdat de wortel is van alle groenten het meest hard. En dat heeft een langere tijd nodig om te garen. Ja, dus dan brandt de rest al niet aan. Als je dat als laatste erbij zou doen, zal de rest aanbranden. Ja, dus dat is ook een hele goede tip. Ah ja, en we bakken ook het gehakt apart. Nu gewoon een braadpan. En bij gehakt hoeft eigenlijk nooit boter of olie. Je kan dat doen, maar gehakt geeft van zijn eigen vetstof af, waardoor je dat niet nodig hebt in de pan. Oké, dat is super goed. En dan gaan we het nu allemaal bakken. Omdat hier nu een lege pan staat, dus daar gaan we de saus in maken. En
de laatste groentjes, de champignonnetjes, mogen er nu dus in. En tussendoor hebben we ook wat kruiden toegevoegd en we hebben ook heel de tijd tussendoor geroerd. Doe jij of ik? Ja, maar. Een keer nadat je een nieuwe groente hebt toegevoegd, ga je even alles door elkaar roeren, zodat alles goed met elkaar gemengd wordt. De witte laag tussen de lasagne gaan we gewoon een bechamelsaus maken. En je kan er later nog kaas aan toevoegen. Dan heb jij weer een kaassaus. Maar daarvoor starten we met boter in een pan. Laat het even smelten. Dus als tweede ingrediënt heb je een beetje bloem nodig. En dan doe je bij de gesmolten boter. Ondertussen doen wij het gehakt bij de groentjes. Ja. En het ruikt hier echt al super lekker. Als deze mengsel een beetje naar koekjes begint te ruiken, dan is het goed. En dan doe je het laatste ingrediënt erbij. Melk. Saus hierbij doen en hier moet je heel voorzichtig mee zijn, want anders mors je op je kleren en ik ben niet zo handig, dus zo. Dan moet je dan een beetje water in. We zetten de saus er dus in en dit gaan we een beetje roeren. De sausen zijn nu allemaal klaar en nu gaat alles in de schotels. Het begint altijd met een laagje saus. Anders ga ik pasta wel aan de pan pakken. En dat willen we niet. Afhankelijk van hoe het pot is, de pastabladen erbij. Ik ga kijken of ik kan breken. Perfect. Altijd goed zien dat je pastablaren goed onder de sausen liggen. Goed bedekt zijn met de saus. Want dat is de manier waarop jouw pasta nu gaat garen. Door het vocht van de saus. Nu gaat de mozzarella erop. Die heeft Ella heel goed gesneden. Dus we hebben een laagje bechamel en een mozzarella. Als je wilt, kan je hier eigenlijk ook nog eens een laagje kaas doen, als je echt kaas van bent. Oeps. En dan terug een laagje saus. Pasta maken. En daar haal je eigenlijk heel wat in. Ja. Zo goed als. Ik ga de andere mozzarella voor een deel komen halen. Ik ga hier ook wat kaas bij doen. Kaas en dan nog eens een laagje. Dit is, wordt de bovenste laag nu. Ik heb al af. Wij zien dat dus de bovenste laag van de lasagnebladen goed onder het vocht ligt. En dan toppen we met kaas. De uiteindelijke lasagne schotel geworden en deze gaat nu voor 30 minuutjes in de voorverwarmde oven en de oven hebben we dus voorverwarmd op 200 graden. Nu gaan we deze schotel nog
ja, eigenlijk net dezelfde stap doen als we bij deze schotel hebben gedaan. En dan gaan wij lekker smullen. Alles is nu heel proper afgewassen. En hier hebben we dus nog een schotel voor de volgende keer, omdat we heel veel hebben gemaakt. En de schotel staat nu dus in de oven. De lasagne is nu zo goed als klaar. En nu gaan we die uit de oven halen. En dan gaan we lekker smullen. En die kaas van lekker. Dat bewijs als nooit. Ik heb hier nu mijn bordje met onze verse gemaakte super lekkere lasagne. En deze ga ik nu voor de allereerste keer proeven. Ik heb nog nooit lasagne zelf gemaakt. Dus ik wil ook dankjes zeggen aan Inna en Ella voor de hulp. En ik denk wel dat het heel lekker gaat zijn. Dus ik ga er een stukje afsnijden. En dan gaan we proeven. Er zit ook super veel kaas in, dus dat is ook mega lekker. En nu ga ik dus proeven. Ik denk wel dat het nog redelijk warm is. Maar dit ga ik dus nu proeven. 3, 2, 1. Waarom? Wow. Dit is echt oprecht mega lekker. Ik ga hier echt super hard van genieten. En ja, voor jullie gaan we nu door naar de outro. Het was echt een super leuke dag. De lasagne was echt ongelooflijk lekker. Je kreeg echt een smaakexplosie in je mond van al die lekkere groentjes. De saus was mega goed. En dan natuurlijk de pasta zelf. Zo die, ja, vierkantjes of rechthoekjes. Die waren ook echt super lekker. En dat was echt keigoed gemaakt en zo. En ja, ik heb er zo hard van genoten. En de avond was ook echt mega leuk. Laat even in de reacties weten als jullie dit ook eens gaan maken. Dat lijkt me ook echt super leuk. En ja, het is ook echt super lekker. Dus ik zou niet weten waarom je het niet eens een keer zou proberen. Want ja, je hebt er echt wel super veel mee gegeten. En het is ook mega lekker. En we hebben nu nog een hele schotel over voor morgen. En ja, ik heb er echt keihard van genoten. En ik wil jullie ook bedanken om te kijken naar deze video. En geef ook zeker even een duimpje omhoog. Want dat zou mij super blij maken. Vergeet ook niet te abonneren. En dan zeg ik nu dankjewel om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer. En doei!